Jij vertelde me net wat leuks. Yeah. Jullie zijn als jongeren zijnde, ja, je hebt wat honderd jongeren toch? Ja, klopt. Ja, het wakende oog in Borgerswold. Ja, toch wel een beetje. Hè? Ja, want dus als jullie wat iets verdacht zien, dan... Dan gaan we politie bellen. Of we zien iemand die echt rare activiteiten doet, dan bellen we ook wel de politie en zo. Ja. Wat ik ook... jij bent hier in deze omgeving, we zitten nu op de skatebaan. Hè? Klopt. En is de skatebaan ook een speciale naam? Ja, SB. Ja, SB. Afkorting. Oké, SB. Skatebaan. Wij krijgen een signaal voordat mensen klagen dat die regelmatig glas ligt. En dat het gevaarlijk voor kinderen is. Ja, dat klopt. Maar jij vertelde mij heel wat leuks over dat glas. Want daar ben jij ook niet blij mee. Nee, klopt. Er zijn vaak skaters die vallen en zo. En dat moet toch gewoon niet kunnen. Het moet gewoon een leuke plek blijven waar iedereen een beetje kan hangen en doen. En zonder rottigheid. En wat kan er gedaan worden om de glas tegen te gaan? Hou de boel netjes. Daar begint het mee. En een beetje aandacht voor elkaar, maar altijd. We hebben met een aantal jongen gepraat. Die zeiden, ja, ga eens kijken, jongen. We willen het graag netjes houden. Dat is een jongen die veegt het zelfs aan. Hij zei, maar er staat geen prullenbak. Oké, ik heb net gezien, er staat nog één prullenbak. Is dat voldoende? Om voor de rotzooiers? Er moeten meerdere prullenbakken geplaatst worden. Mensen is misschien wel op elke hoek één, sowieso. Maar het is toch een soort speelveld, dus je hebt mensen die nuttigen je eten en drinken. En dan wordt toch anders toch weer in de bos of zo gegooid. Dus als je meerdere prullenbakken hebt, blijft het netjes. En groter misschien. Oké. Okay. Ja. En ze worden wel regelmatig gelegd in jouw belevenis? Ik heb ze hier nog niet vaak gezien. Oké. Okay. Ja. Wat vind jij van Borgerswold? Nou, het is een leuke plek, alleen het is heel jammer dat er de hele tijd glas en al dat soort dingen worden gegooid. Want laatst ging iemand onderuit en die had zijn hele arm op liggen met glas erin. En die heeft een heel stuk glas, heeft hij eruit moeten halen. En die moest daarna ook door naar de eerste hulp. Dus dat is gewoon heel jammer. Oké. Wat kan jij vertellen over vernielingen en ISO's? Af en toe heb je wel prullenbakken die kapot worden getrapt. Of bankjes die worden opgeblazen met vuurwerk rond het oude jaar en zo. Ja, en voornamelijk dat glas is toch wel echt een probleem. Vooral hier. Jullie als skilers, heet dat dan niet? Skaters. Skaters. Ik ben helemaal niet deskundig. Ik ben geen skater. Okay. Wat zullen jullie graag nog meer zien hier in Borgerswold? Licht. Als we hier s'avonds zitten, dan kunnen we... Dat we kunnen zien, want als je hier s'avonds in het donker zit, dan zie je niet wat er aankomt, zeg maar, buitenom. En dat is, soms zijn er ook nog wel jongere mensen bij en dat moet toch wel veilig kunnen zijn. Okay. Dat ze hier veilig kunnen zitten. Ja, en daar komen we bij het puntje. Auto's. Ja. Daar staan de kranten van vol. Ja, ik snap het. Ja. Het gaat om, hoe ervaar jij dat zelf? Hoe beleef jij dat zelf? Het is eigenlijk een groep die ken ik ook. En we zoeken eigenlijk gewoon een plek waar we kunnen staan. Waar we een beetje met z'n allen kunnen hoeren en een beetje kunnen lachen. Dat er geen gezeur komt, zeg maar. Liefst zelfs met een clubhuis of zo. Iets. Ja, want ik heb vanavond heel veel afgepraat. Ken jij de tijd nog dat hier een clubhuis stond? Nee, die kan me zo niet heugen. Heeft hij hier gestaan? Die heeft hier vooraan gestaan. Oh. Precies in die bocht, waar dat grasveld is. Nee, dat is heel lang geleden. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Maar dat is het enige waar jullie misten in Borgerswold? Of zeggen jullie, er moeten meer activiteiten van ons komen? Of zeggen... Ja, leukere dingen doen. Dat is ook wel dat er wat meer geregeld wordt. Dat soort dingen zijn wel leuk. Voor onszelf hebben we heel veel leuke dingen hier. Hier dan. Mogen en gewoon nog als wat groepje, dingen bij. Met vrienden hier skaten bijvoorbeeld. Of even bij de autobinden kijken. Ik ken genoeg skaters die nog wel wat ideeën met deze plek hebben. Ja, die hebben mooie ideeën. Ja. En zoals lantaarnsavond hier. Dan kun je gewoon in de avond als het zo nu schemert ook gewoon skaten. Ja. Dus dat is wel een puntje inderdaad. Hebben jullie al eens een keer iets geprobeerd? Volgens mij zijn er vorig jaar is er een van ons, kwam er een WhatsApp groep van de gemeente. Nou, meteen geappt van lantaarnpalen hier. Nieuwe prullenbakken. Nou, prullenbakken zou begin dit jaar worden georganiseerd. Zijn er nog steeds niet, dus dat is wel jammer. En lantaarnpalen, dat is niet te financieren, zeggen ze. Dus dat is wel jammer. Maar het zou heel mooi zijn als dat er komt. Maar daar is dus de app van de gemeente, die sinds een jaartje er is, daar is dus wel een oplossing voor jullie om contact te zoeken met de gemeente. Maar er wordt vrij weinig mee gedaan, naar mijn belevenis. Eigenlijk niks mee gedaan. Nee. Prima.
Nee. Wil je dan wat nou, kwijt over Borgerswold? Want anders... Nee, verder niet. Nee? Nee. Nou, dat er misschien een plek moet komen voor die club waar ze normaal legaal kunnen staan. En dat er af en toe een meetingje kan worden georganiseerd wat legaal is. Ik, wat ik een beetje de laatste tijd proef, daar is echt behoefte aan, hè? Ja. Echt een chillplek waarbij waar we met auto's kan staan. Ja. En, want ja, je hebt overal heb je groepen staan en dan komt er weer politie en dat soort dingen. Je moet gewoon eigenlijk één mooie grote plek komen waar ze kunnen staan. En het hoeft niet per se een BW te zijn, Borgerswold niet. Als ik goed begrijp, zijn jullie ook autobezitters of zijn jullie helemaal geen auto? Nee, ik hij heeft alleen een auto. Bij de garage. Oké, okay. Ja. Dus maar... Ja. Hoe ervaren je de politie? Vervelend? Ze zijn hier in BW echt vervelend. Want eigenlijk doen we vrij weinig. Ja, soms rijden we dan te hard, dat snap ik. Maar dat mensen zo snel klagen, snap ik niet. Want waar moeten we anders zijn? We hebben anders geen plek om mooi te kunnen staan. Nee. Dat is, ja. Een klein voorbeeldje op industrietrein. Daar zet af en toe dan wel de auto neer. Ja. En daar komt dan ook politie om ons weg te sturen. Dus dat is ook wel jammer. We worden eigenlijk overal weggestuurd. Overal waar we staan worden we ook weer weggestuurd. En daar wordt ook niks mee gedaan. De oude Aldi bijvoorbeeld, daar komen ook nog politie om ons weg te sturen. Ja. Ja, ik proef toch wel dat er heel veel behoefte naar dingen zijn gewoon. Ja. En dat misschien voor iedereen de rust geeft eigenlijk, laat ik zo maar zeggen. Ja. Nou, we stappen er eens mee en we gaan volgende week gaan we weer Borgerswold bezoeken. En dan gaan we eens even kijken omdat we die groep jongeren met die auto kunnen vinden die echt behoefte hebben om een chillplek en waar ze ook eens een beetje dingen kunnen doen in de auto. Ja, klopt. Hey, ik wens je een prettige avond. Ik ook. Oké, bedankt.